Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag tijd voor F1 Manager 2023. We gaan even een inhaalslag doen wat betreft de race. De race wordt natuurlijk gewoon gesaved en we gaan de tweede helft van de race gaan we nu doen. Specifiek de tweede helft van de race gaan we nu doen. En Jarnootje Gaming, dankjewel voor de resub. I appreciate you. Heel veel liefde voor jou. I appreciate the support. En aangezien dat zo'n 30 minuten, 45 minuten gaat duren, de tweede helft van deze F1 Manager race, gaan we daarna ook Alan Wake weer doorspelen. Want ik moet Alan Wake wel af hebben voordat Alan Wake 2 uitkomt, hoor. En Alan Wake 2 wordt echt een van de mooiste games van dit jaar. Ik geloof dat wel. Dus moeten we daar ook nog doorheen. En dan komt Robin mij joinen. Robin die komt mij zometeen dan joinen voor Alan Wake. Dus dan gaan we samen gaan we dan weer door dat verhaal. Wat op dit moment echt insane is. Maar eerst gaan we even de race afmaken van Barcelona in F1 Manager 2023. Daarna gaan we naar Alan Wake. Waar we al twee of drie delen van hebben. Volgens mij twee delen. Twee chapters. Chapter 3 moeten we nu aan beginnen. En we gaan niet heel chapter 3 spelen. Maar we gaan zo ver mogelijk proberen te komen. En dat wordt een beetje griezelen. Maar vooral veel actie. Veel actie. Daar is die weer. Hallo Agent Hitman. How are you doing? How are you doing? Groetjes uit de Achterhoek. Ja, nee. Het wordt veel griezelen. In plaats van treuzelen. Let's begin. Let's do this. Oh ja, voor de mensen die niet weten wat deze F1 Manager race allemaal inhield. Carlos Sainz is gecrashed, want Lance Stroll die is bovenop Carlos Sainz gevallen. De Aston Martins zijn eigenlijk sneller. Nou hopen we niet dat Alonso ook nog eens Leclerc eraf bukt. Dat Alonso zich verremt achter hem. Maar Alonso heeft meer pace. Alhoewel Carlos Sainz op dit moment er nog voor zit. Ik bedoel, Leclerc zit er op dit moment nog voor. Het is natuurlijk Leclerc de enige die nog in leven is bij ons. Want Lance Stroll, die kan weer eerst niet rijden. We hebben 33 ronden gedaan. En we hebben nog 33 ronden te gaan. We zitten precies op de helft. En het is tijd voor die helft. Let's do this. All right. Daar gaan we. There we go. We hebben dus maar één auto die we kunnen managen. En Carlos Sainz loop ik nog steeds hard op zijn banden te trappen. Want wij weten dat we op een gegeven moment naar de harde band gaan. En als we nu at the moment aan het kijken zijn wat betreft de bandenslijtage. Dan zie je door dat pushen dat Leclerc, sorry ik zeg soms voor mijn gevoel een paar keer Sainz. Dat hij wel wat naar beneden zakt. Want de bandenslijtage blijkt best wel wat heftiger te zijn dan verwacht. Ik heb het gevoel dat dit pushen geen nut heeft. Look after the tires. Hij heeft wel peak confidence, Leclerc. Dat betekent ook nog eens dat Leclerc dus harder rijdt dan dat hij normaal doet. Terwijl Fernando Alonso hier met de DRS er langs wil. En dat lijkt ook te gaan lukken. Nou, dat vind ik dus bizar. Ik vind het bizar dat Leclerc in peak confidence alsnog niet sneller is dan een Aston Martin. Ik denk ook echt dat die Alonso aan het vliegen is. Maar ja. Laten we hopen dat we de DRS hier kunnen behouden. Stroll is echt een pannenkoekje. Zolang wij de DRS hier kunnen behouden, dan is er niet heel veel aan de hand wat mij betreft. Maar dan moeten we allemaal even naar gaan kijken. Op dit moment zien we ook Lewis Hamilton op een mooie plaats nummer 9. En Albon en de Vries zitten net buiten de punten. De Vries die het wel weer veel beter doet dan Yuki Tsunoda. En ja, 3/10 op Alonso, 4/10 op Alonso. We zullen zien na de komende bochten wat het verschil is. Dit is wel waar je Leclerc zou kunnen uitrijden. Je ziet dat Alonso in de bochtengedeelte gewoon snel is. Alhoewel daar zag ik even 4/10, maar dat switch ineens naar 16/16. Nu weer 5/15. Heel aparte switch-up. Ja, 4/10, 5/10. Oh, nu weer 16/16. Ja, 16/16. Weird. Zolang we mee kunnen, is het allemaal goed. Je hebt twee van de drie races gewonnen op Zandvoort met je SF23 Toyota op iRacing. Lekker bezig, wat? Zijn het niet zo moeilijke tiers of wat dan ook? Nefs die zegt, hey Spooky, heb je me gemist? Ik mis jou altijd, Nefs. Ik mis jou altijd. Oh, hier ineens 18e. Jeetje. Nou ja, dan gaan we toch weer agressief rijden. You've got the margin to push. We kunnen alleen onze batterij niet echt gebruiken.
What the fuck? Alonso rijdt zelfs sneller op het rechte stuk. Nou, dit wordt geen DRS meer. We vallen helemaal weg. Bizar. Oh, je hebt niet zo'n hoge I-rating, dus je zit sowieso... In welke heat zat je dan? Hoeveelste heat? Dat kan je ook zien. Verstappen op 1.5 van Perez. Dat is ook gek. Perez zat zo dichtbij Verstappen, maar dat lijkt nu een beetje te verdwijnen. En Leclerc die heeft hier de lijn voor de DRS. En dat was boven de seconde. Ik denk dat hij geen DRS heeft. Nee. Precies op dat moment heeft hij me boven de seconde. Dat gaat dan ook wel even heel perfect. Alonso heeft dezelfde bandenslijtage als ons. En we kunnen niet bij Alonso blijven. Dus het wordt mogelijk geen podium voor Ferrari. Niet opgelet eigenlijk. Ik wou gewoon racen. Ja, ja, maar dan kan je alsnog terugkijken ook, hè. Dan kan je alsnog terugkijken. Jezus, Max Verstappen rijdt ineens snelste race ronde en heeft nu de DRS op Sergio Perez. Welke richting? Of wanneer gaat Verstappen Perez pakken? Hij leek even terug te zakken, Verstappen. Maar nu heeft hij me toch een partij pace. Hij komt dichter en dichter en dichterbij. En Alonso zit al op 1.3, 1.4. Ah, we zitten close. We moeten eigenlijk even weer er naartoe gaan. En laten we het gaan doen. Deploy. There we go. We laten ons niet gek maken. We gaan overtake. Beetje oververhitting zorgt voor meer bandenslijtage. Dat is een beetje nadelig. Maar even tijdens die deployment wil ik dat doen. Maar nee, zelfs met deploy lukt het ons niet. Ja, dan zie je wel echt dat Alonso net iets sneller is dan ons. Fernando Alonso is net iets sneller dan ons, maar heeft mogelijk wel slechtere bandenslijtage. Maar als ik dit zo zie, en hoe snel wij naar hem toe kruipen. Bij sommige auto's, als je zeg maar gaat deployen op je batterij, dan kruip je echt als een gek er naartoe. Nou, nu zitten we wel binnen een seconde, maar dit is echt niet kruipen er naartoe. Maar hey... Dit is wat we kunnen proberen. Dat de DRS ons toch weer meebrengt. En Verstappen is Perez voorbij. In de eerste bocht. We hebben het gemist. Maar Verstappen is Sergio Perez voorbij. Ja hoor. It's on. It's on. Kan Perez buiten die seconde gaan? En Jaden zegt welke game. Dit is F1 Manager 2023. Leclerc staat op 14. En we zijn nog steeds aan het pushen. Maar het is eigenlijk niet slim om te doen. Ah, ik wil namelijk die banden nog wel oké houden. Alhoewel Alonso dus sneller er doorheen gaat. Maar we moeten dat een beetje managen, want nu zitten we toch in de DRS. Dus dat is dikke prima. En blijkbaar op deze baan, als je neutrale batterij rijdt, dan komt er ook batterij bij. Sergio Perez heeft moeite om bij Verstappen te blijven. Zelfs met de DRS. Want hij heeft DRS gehad, dacht ik. Sergio, jongen, laat jezelf zien. Je laat Verstappen toch niet weer een gratis win doen. Het wordt wel een hele goede win van Red Bull als ze beide in leven blijven de hele race. Wordt het zo'n goede win van Red Bull? Leclerc heeft nog net DRS op Alonso, maar komt gewoon niet eens op het rechte stuk heel erg dichterbij. Ah, yo, what up Bartos, hoe gaat ie? Hoe is het leven in Friesland tegenwoordig? Al gewend? Zie je, 16e. Ja, Alonso is gewoon snel. Alonso is gewoon snel. Of hij moet echt door zijn banden heen gaan, maar dat ziet er ook niet zo uit. Alhoewel, we weten het niet, want onze banden zijn nog steeds oververhit. Maar het lijkt er niet op. Ja, ik moet zeggen, de batterij harvesting op neutral is op deze baan echt bizar goed. Halve seconde ineens. We komen nu wel dichterbij. Ja, je weet ook niet wat Alonso aan het doen is, hè. Wat hij aan het pushen is, enzovoort. Alles gaat zijn gangetje, games en cards. De eerste race was er net niet genoeg brandstof mee. Ik moest nog sector 3 door. Oh god. De oude sluwe Vos is inderdaad heel sluw. Het is een sluw manneke. Fernando die heeft waarschijnlijk nog wat
on his sleeves. Maar wij zitten nu wel heel dichtbij. 3/10, Charles Leclerc of Fernando Alonso. Gaat hij hem proberen in te halen? Hij probeert hem in te halen. Hij zet hem er. Wojo. Hij moest inhouden. Daar heeft hij meteen wat tijd verloren. En Perez zit op 1/10 van Verstappen voor de leiding in de wedstrijd. Gaat Perez toch nog proberen Verstappen te verslaan? Oh. Norris zit aan de staart van Russell binnen de DRS. Ocon daar in de DRS. Hamilton daarachter weer in de DRS. Op dit moment, qua banden, ziet het er zo uit. Ja, die Red Bulls die gaan naar de mediums en wij gaan naar de hards. De Red Bulls, de Red Bulls zijn echt 20 niveaus hoger dan de anderen. Echt waar, die zijn zoveel niveaus hoger dan de anderen. De enige manier hoe we de Red Bulls kunnen verslaan is als zij kapotte onderdelen hebben, foutjes maken. Perez versus Max. Mexico versus Nederland. Ja, wordt het Sergio? Of wordt het Max Verstappen? Of gaan ze elkaar eraf jieten? Dat zou ik zo grappig vinden. Nee, dit gaat Sergio niet doen. Dit gaat Sergio niet doen. Wow, en Leclerc heeft ook de DRS en zit nu in de optimale ronde, wordt er gezegd. Hij gaat hem via de buitenkant doen. In de optimale ronde, ja? Dan gaan we nu attacken. Rijm er maar overheen. Full attack. Alonso blijft aan de binnenkant. Deploy ook. En dan gaan we naar pit options. Gaan we naar de hard tire. En dan confirmen we die hard tire. Waar komen we terecht eigenlijk? Oeh, achter... Oh nee, shit. Gasly, Russell, Ocon, Norris en Hamilton. Daar komen we allemaal achter. Dan hopen we op P10 bij Magnussen te komen. Op wat rijden hun? Ja, Hamilton, Ocon en Gasly moeten nog gaan pitten. Die hards, dat wordt even kut voor... Holy shit. Zijn we nou meteen een seconde weg aan het rijden bijna? Ja. En Piastri... Nee, huh? Is dat Norris? Nee. Was er wel Piastri? Oh ja, Piastri had gewoon de DRS op Alonso. Nou, we gaan het gewoon doen. Dankjewel, Thijs. Oh, Alonso gaat ook. Alonso heeft dezelfde tactiek als ons. If he goes into the pits... He goes into the pits. We go into the pits. Geen fout dan, please. Geen fout dan, please. Geen fout dan. Geen fout. En Alonso? Gaat Alonso een fout maken, is de vraag. Ook naar de hards. Hij moest even wachten op ons, voor mijn gevoel. Oh my god. En we komen met Albon nu over de start-finish op eigenlijk wel een fijne plek, denk ik zo. Dat mag wel heel even. Doe dit maar even neutraal. Hij mag wel heel even pushen de eerste ronde. Omdat de banden natuurlijk flink onderkoeld zijn. Dus dan worden ze sneller op temperatuur. Hamilton ging ook in de pits. En komt op plaats 16 eruit. Magnussen komt er nu uit. Wat is er met Hamilton gebeurd? Of nee, dat is gewoon het verschil. Want we hebben natuurlijk die safety car net gehad met Carlos Sainz. Piastri 32 seconden achterin is echt bizar. Maar dat komt natuurlijk omdat hij niet bij de safety car mocht aansluiten. 1.8 op Fernando Alonso. Sainz retired in his home race. I know, right? It was because Lance Stroll just yeeted him. Lance Stroll was... behind Sainz and he just bam. Alright, gebalanceerd lift and coast, please. En Sergio Perez probeert Max Verstappen hierin te halen. Albono doet het best lekker, ja. Nick de Vries op dit moment in de punten. Maar ja, als hij nu zometeen gaat pitten, dan wordt dat geen punten meer aangezien Lewis Hamilton vrij kan rijden. Dat is Nico Hulkenberg. Hulkenberg. Nico Hulkenberg. Ja, die komt ook helemaal laatste. Jeetje, man. Ach, wij hebben straks DRS op Lando Norris. Komen nu wat op temperatuur.
2.4 naar Alonso. Die komen dus nooit op temperatuur bij het begin. Maar ja, we gaan ook best hard door onze banden. Doen we één niveau lager nu. Just look after this tire set though. Look after it. En dan moet hij op het rechte stuk moet hij hem even in gaan halen. Norris los van Russell. Ja, we hebben genoeg overspeed. Dit moet lukken. Hier, we worden zelfs tegengehouden. Alonso al op 2 seconden. Verstappen is ingehaald door Perez op dit rechte stuk. Hebben we hem toch weer gemist. Maar we zijn even bezig hier, oh. Ik doe heel snel even een harvest, want we hebben 0% batterij op dit rechte stuk. En we halen hem toch wel in. We halen hem toch wel in. Heel even harvesten, half rondje. Half rondje harvesten. Max Verstappen is weer ingehaald door Perez. Die kunnen nog altijd gekke dingen gaan doen, hè? Leclerc overtake Lando Norris op de baan. Hij rijdt meteen goed weg. Wow! Hij zet hem ernaast! Max Verstappen, zet hem ernaast, joh! Gasly op dit moment op het podium. Leclerc zit alweer op een seconde op Russell. Russell rijdt ook voor geen meter. Alonso zit nu achter Norris. Veel verkeer. We are driving, driving. We gaan even tire management doen, want anders halen we het einde straks. Zo, ja, die halen we sowieso wel, maar... Daar is Alonso. Nou, hij moet ook wachten. Kunnen we net zo goed een beetje rustig aan doen, hè? En dan hebben we nog wat in ons... Och, hij gaat de pits in. Hebben we wel de DRS van hem? Nee! We hebben ook de DRS niet van hem nu die de pits in gaat. Nah. Hier hebben we George Russell die dus naar de gele band gaat. Vanaf de harde band naar de gele band. Ja, ik denk dat je dat dan wel zou kunnen halen. En dat hij ook meer snelheid zou hebben. Tsunoda gaat ook de pits in. Nick de Vries op P9 op dit moment. Tsunoda wordt door iedereen ingehaald. Max Verstappen wilde voorbij, maar het lukt niet. En Russell komt hier er weer uit. Bij zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Die heeft zoveel overspeed gehad. Wajo. Oh mijn god. George Russell. Net nog voor zijn teamgenoot Hamilton. En hij stond best ver voor Hamilton. Maar hij heeft frissere banden. Ik ben benieuwd. Hier komt Tsunoda. Nee, Hülkenberg en Magnussen voor Tsunoda. Leclerc nu in de DRS van Ocon. Oh, 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 oh. Kom op, Charles. Doe maar even een deploytje, heel even. Press and hold the overtake. Dit moet hem makkelijk gaan worden. Hij heeft net geen DRS. En die Alpines die zijn op het rechtstuk als het goed is niet zo super snel. En dan is het gaan met die banaan. Binnen een seconde komen we bij Pierre Gasly. En dan uitrijden die handel. Een overtake op Ocon en Verstappen heeft Perez weer te pakken. Verstappen heeft Perez weer te pakken. Oeh. Maximiliano... zit op een half seconde van Perez. Maar ja, dan wil hij wegrijden. Dat lukt niet helemaal. Wij gaan tot na die DRS-zone deployen. Tot na die DRS-zone gaan we deployen. Oh, we hebben hem. We hebben hem al. Ik zit helemaal niet op te letten. Maar we halen hem hierin via de buitenkant in die bocht. Nou ja, zeg. Zoveel meer grip. Leclerc vindt grip waar eigenlijk geen grip te vinden zou moeten zijn. Maar hij is er. Ik hou van die nieuwe Totti, zegt Martijn. Je hebt eindelijk een Totti die het waard is. Prime Totti. Er komen natuurlijk nog veel betere Totti's. Maar deze die is op dit moment in de gameplay qua stats bruikbaar. Alright, snelste raceronde gaat naar Alonso.
Alonso die probeert natuurlijk ook deze Alpine snel in te halen. En op dit moment heeft hij Ocon te pak. Toch zorgt dat voor alsnog die 2 zoveel seconden. Maar goed, 29-30 seconden zijn wij van deze Red Bulls vanaf. Terwijl we hier Checo Perez hebben. Oh, Checo op Verstappen. Ze blijven maar gaan en gaan en gaan en gaan. En Thomas, yo, what up man? How are you? Gaat alles goed? Kom op, Checo. Laat het even zien. Laat het even zien. Ik ben benieuwd of dit kleiner wordt tussen Leclerc en de Red Bulls. De Red Bulls gaan natuurlijk naar de mediums, geloof ik. En hier hebben we Checo weer. Laten ze zich leven. En Alonso staat nu op 2.1 van Leclerc. Checo weet hem weer niet in te halen. Pierre Gasly. Pierre Gasly op 5. Ocon op 6. Maar die moeten dus allemaal nog gaan pitten. Oh my god, die Alpines. Die zitten op 26% en 27% banden. Die gaan nog een safety car veroorzaken als ze zo doorgaan. Maar ze gaan door. Oh my god. Het gaat op en af. Dan heb ik weer energie en dan ben ik doodop. Ah. Gaat zijn gangetje, Thomas. Brainboom die zegt... Spooky 1611 weet die tijd nog wel dat jij een van de beste Nederlandse Rocket League spelers was. Ben ik het niet mee eens. Ik ben nooit echt goed geweest, hoor. Maar misschien achteraf blijkt dat zo te zijn. Avond, Sander. Ik ga zo weer verder kijken van PC naar mobiel in bed. Hey Milan. Goedenavond. Heb je dat gezien in de Automobilisten 2 beta? Bizar wat er allemaal weer gaat komen. Oh, dat alles goed met je gaat en al vast slaapt. Lekker. En je kan altijd lekker chillen. Je bent altijd welkom om te chillen. Alonso heeft al meer door zijn band gepusht. Interesting. Dat kan ik ook wel doen. So, pick up the pace. Pick up the pace. Hij zit al op 1.2 van ons. Maar we hebben daar een blauwe vlag Piastri tussen. Toch? Ja, dat is blauwe vlag Piastri. Jezus, Alonso wil ons in gaan halen. En we hebben eigenlijk niks om ons mee te verdedigen. Ik denk ook dat hij gewoon sneller wordt. Het wordt gewoon stuivertje wisselen of bij Alonso meesurfen. Ja, snap ik, Milan. Jij hebt nog meer waarde uit je geld gekregen daardoor. Maar echt bizar wat er nu allemaal weer wordt gekookt en zo. Weer allemaal nieuwe physics en zo. De Boer Brothers. Ja, klopt, Brainboom. Nick de Vries gaat de pits in. En ik denk dat hij nu helemaal niet meer zo dicht bij een top 10 plaats gaat komen. Door die overspeed die die mensen hebben in die paar rondjes. Geloof ik dat de Vries zelfs mogelijk achter Tsunoda komt. Hij komt ook achter Tsunoda. Hij stond echt dik voor Tsunoda. Hij gaat naar rood, though. Oh god, dan gaan de Red Bulls ook naar rood. Oh, geel. Waar? De gele vlag is weer weg, dus het is een klein dingetje. De Vries wordt gelapt en het is Pierre Gasly. Ik zeg het je, die gingen nog mogelijk crashen, want die banden die zijn... Oeh, what the fuck gebeurt er bij hun? Dat was een rare going wide. Dat was een hele rare going wide. Pierre Gasly en Ocon zitten op 21% en 23% banden. En weer geel. Het is weer Ocon en Gasly. Zou het weer een verremming zijn? Blijven ze zich verremmen? Als het weer een Alpine is, de Vries. Niek. Helemaal... hij gaat veel te wijd daar, ja. Instantly achter de Red Bulls gaat hij iets te wijd. Hij kan toch die rode banden niet op temperatuur meteen voelen. En Gasly gaat de pits in en Ocon ook. Damn. Double stack. Gaat Ocon daar problemen van krijgen? Norris ook in de pits. Ik ben blij dat het geen crash heeft veroorzaakt. Ja, het was iets wijder dan normaal. Het was niet heel... Oh! Dat leek ook nog op een pitstopfout bij Gasly. Staat Ocon daar nog langer stil? Oh. Maar nog steeds voor Norris. Oh, het was nog een redelijke pitstop zo te zien. Hamilton wel voor Gasly en Ocon nu. Maar once again, ze gaan allemaal op de rode band. Dus dat zijn meer de chasers van Hamilton, Magnussen en Russell. Iedereen gaat nu pitten op de rode band. Dus ja, ook Verstappen en Perez gaan naar binnen. Verstappen op dit moment op 1. Perez moet dus wachten.
Perez moet dus wachten. Oh, Perez genakt. Goeie stop. Ook goede stop. Maar Perez niet meer in de DRS van Verstappen, I guess. Het is pitstoptijd voor iedereen en Leclerc en Alonso dus. Oh god. Nee, wij blijven erachter, toch? Wij blijven erachter, toch? Ja, 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 ja. Wij blijven erachter. Ach, jongen, doordat Perez moest wachten op Max Verstappen in de pit, moet Perez, Alonso en Leclerc gaan clearen. Oh, we hebben weer geel. We hebben weer geel. We hebben weer geel. We hebben weer geel. Als er nu een safety car komt, hè? Het blijft geel. Een lock-up van Albon. Geen safety car dan. Sander Jeugdheld. Yo, what up, Stijn? Oh my goodness. That was crazy. Maar geen, het blijft niet yellow flags. Geen safety car, virtual safety car. Nou, daar gaat Alonso snel last van krijgen dan. En wij ook. Want Sergio Perez en Verstappen gaan beuken deze rondes. Daar hebben we Perez. Perez versus Alonso. Oh, weer geel. What the fuck gebeurt hier allemaal? Maar de geel is alweer weg. Iedereen maakt foutjes ineens. Terwijl de grip hoog is. Tsunoda met een lock-up. Ach, Yuki, 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 Yuki. Wat ben je aan het doen? Ja, ook een lock-up. Iedereen heeft piepende banden. En het is Sergio Perez versus Fernando Alonso. En Fernando Alonso kan net niet in de DRS blijven. Van Charles Leclerc. Hij zit net niet in de DRS. Maar daar is Perez. Daar is Checo Perez. En hij gaat er voorbij hoor. Ja, hij gaat makkelijk iedereen voorbij. Easy mode voor Checo Perez. Welcome back, Milan. Welcome back. Checo zit al op een halve seconde. Checo is aan het vliegen. Leclerc nu op 3.2. Maar ja, Alonso, hè. Het ding is, we willen op het podium komen met Leclerc. De Red Bulls geloof ik wel. We willen op het podium komen met Leclerc. Kunnen we dat laten werken? That's the question. En dat is allemaal ten opzichte van Fernando Alonso. Dat we dan moeten kijken. Alonso geen DRS van Perez. Dat vind ik fijn. Dat vind ik heel fijn. Leclerc heeft peak confidence nog steeds. En we gaan niet always defending doen. Want dat zou kut voor ons zijn ten opzichte van Alonso. Och, ik heb empty battery, joh. Dan komt hij er wel voorbij. Rechargen. Ja, geen batterij, joh. Shit. We moeten rechargen. Iets te lang de batterij gebruikt. We'll get him back. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar we zullen zien. De Vries toch weer op P12. Nog voor Tsunoda. Met voor hem Hulkenberg. En Tsunoda zit al op 61% mediums. Ja, interesting though. Maar ik denk dat de top 10 niet meer lukt. Ik denk dat Lando Norris voor McLaren een top 10 positie gaat fixen. Hoeveel punten zou McLaren dan hebben? Lando Norris zou dan 1 punt hebben. Zijn allereerste punt kan hij scoren. McLaren heeft nog 0 punten in totaal. Oh mijn god. Op dit moment staat McLaren op een puntje en dan zou alleen AlphaTauri geen punt hebben. Lando Norris zou zijn allereerste wereldkampioenschappunt van het hele seizoen kunnen krijgen. Maar we hebben weer geel. Wat gebeurt er nu weer? Hij is weer weg. Allemaal lock-ups. Iedereen is maar aan het lock-uppen. Perez. Oh mijn god. Sergio Perez. Oh, door het grind. Hij zit weer achter ons. Sergio Perez maakt een fout. Hij zit ver achter ons.
overtake van Leclerc op Sergio Perez. Wil je dat zien? Wil je dat zien? Along the straights here. The gap droog. Dat vind ik heel droog. Rob die zegt op TikTok, zo lang geleden dat ik je heb gezien. Laatste keer denk ik TikTok, Rocket League. Dankjewel voor de 3 gifto's, L. Dankjewel, I appreciate it. Laatste keer was Rocket League. Leuk toch? Alleen maar leuk. I like it. Een typische Perez-actie, dat hij dan fouten gaat maken. Hij ging gevaarlijk weer op, ben ik het mee eens. In real life zou de FIA daar mogelijk wel even naar gaan kijken. De rejoin was niet zo goed. Alonso Perez. Ah, hij is toch nog voor Alonso. Hij komt weer richting ons. Ja, Max Verstappen rijdt een seconde per rondje sneller op dit moment. Alonso is het even kwijt. En wij moeten ook weer gewoon standaard gaan rijden, om heel eerlijk te zijn. Lewis Hamilton zit niet voor Pierre Gasly. Lewis Hamilton is niet voor Pierre Gasly weer de baan opgekomen. En Gasly heeft dus dan betere softbanden. Dus Lewis misschien wel een goede strategie gehad, maar niet helemaal optimaal. Ocon die gaat de DRS krijgen. Mogelijk op Lewis Hamilton, waardoor beide Alpines Lewis weer kunnen inhalen. Lewis niet zo lekker bezig. En ja, Lando Norris zit daar gewoon achter. En dan is P11 is 13 seconden verderop Hulkenberg. En daarna daar 2 seconden achter de Vries. Dus Lando Norris kan heel duidelijk hem uitrijden. En gewoon een WK-punt krijgen. Ik zal je even Prime Sub giften als dat nog kan op telefoon. Zou ik heel lief van je vinden. If you still have your Prime left, your free Prime Subby. Alonso is het kwijt ineens. Wat is er aan de hand met Fernando Alonso? De interval naar Perez is 4,3 seconden. Wij zijn niet echt aan het pushen of zo. Alonso is het helemaal kwijt. Hier komt Sergio Perez. Hij wil zo snel mogelijk er voorbij. Hij heeft het helemaal verneukt ten opzichte van Max Verstappen. Hij switchbackt hem naar de binnenkant. Holy shit, de switchback, joh. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik hoop op het rechte stuk. Oh, we zitten nog aan de binnenkant. Ik hoop op het rechte stuk nog DRS te hebben. Zou wel leuk zijn. Maar nee, Fernando Alonso is het ineens helemaal kwijt. De Aston Martin rijdt niet goed op de harde band, denk ik zo. Of hij is zijn band echt flink aan het sparen. I like this, dat we ook nog de DRS hebben. Ik hoef hem niet terug te pakken per se. Ik hoef hem niet per se terug te pakken. Ja, op dit moment zie ik er wel heil in om zo te blijven rijden. Alonso komt weer iets dichterbij. En Ocon zit al helemaal aan de staart van Lewis Hamilton. Veel overspeed op dit moment met die rode band. Maar Hamilton zal het later weer in deze race hebben. Maar kijk naar die Alpines. Ze hebben geen topsnelheid. Maar ze kunnen in de bochten kunnen ze wel wat. Shit, ik zag een mug hier aan, maar ik kon hem net niet breken. Leek op een mug. Camera staat niet goed. Thank you. Centraal of rechts is beter. Want rechts hebben we toch niet. We kunnen eens goed hier gaan staan. I mean. Maar ik doe wel centraal. Verstappen met een 1.14. Oh, jezus, nu al op 8,4 seconden van Perez. Alright. Now it is bringing it home. Magnussen trouwens. What the heck? Kevin Magnussen P7. Dat zou bizar zijn. Oh. Placenta, dat ben jij, Rob. Dankjewel voor de Prime Sub. I appreciate it. Liefde in de chat voor Placenta. Dankjewel voor het gebruik van je Prime hier. En leuk je weer eens te zien. Na al die jaren sinds Rocket League. Oh, ik schrok. Kevin Magnussen zit in de DRS van Gasly gewoon en kan daar gewoon mee. Lewis Hamilton is dus ingehaald door Ocon en heeft nog maar net de DRS. En Lando Norris kan zelfs 2 WK-puntjes fixen. Jim die zegt, wayo spooky, jou ben ik al heel lang niet meer tegengekomen. Wat leuk, Jim. Hey, hoe gaat-ie? How's it going? Long time ago. Oh ja, Thomas is geen sub meer. Ah. Maar gelukkig is dat alsnog een leuke shout.
Ik denk dat Lando Norris Hamilton gaat inhalen. Hij zit zo erachter. Zo. Lewis Hamilton heeft DRS, net niet DRS. Ik denk dat Lewis Hamilton geen DRS gaat krijgen. Jawel, 18e, nu weer 1.1. Zou hij daardoor DRS hebben door net even in die 18e te schieten? Nee, hij heeft geen DRS. Lewis Hamilton heeft geen DRS, verdedigd. En dat is het. Alonso nog steeds minder snel dan ons. De Ferrari vindt het wel leuk op de harde band. Interesting. Kunnen we wel heel even pushen. 10 rondjes te gaan. Verstappen 10 seconden voorsprong op Perez. Dat is niet normaal. Thank you, Rob. Dat is heel erg lief. Heel generous ook van je. Elk klein beetje helpt voor mij om dit te kunnen blijven doen. Nu dan. Kom op, Lando. Nope. Nu ook niet. Lando Norris blijft erachter hangen. Zonde. Het zou cool zijn als hij een Mercedes kan inhalen. Want de McLarens hebben nog 0 punten dit kampioenschap. Ja, Max Verstappen rijdt bijna een seconde per rondje sneller nog steeds dan Perez, denk ik. 1.14.9 voor Verstappen. En wat wordt het voor Perez? 1.16.6. Max Verstappen rijdt 1,7 seconden sneller per rondje dan Perez. Een anonymous gifter. Een anonymous gifter. We weten niet wie het is. Heeft een gift sub gegeven aan Thomas. Thomas! Welcome back by the Spooky Family, man. Ik hoop dat, ondanks dat het ups en downs gaat en energieloosheid en zo, dat je toch een beetje energie geeft. Dat is heel lief. Namelijk, dat is heel lief. Een anonymous gifter. Ja, Perez, dit lukt het ook niet meer. Wij blijven ook best wel relatief dichtbij op Perez. 3.1 seconde. Ik ga nu weer gebalanceerd rijden, want het heeft ook weer niet zoveel nut. Alonso kan het dus niet bijhouden op de harde band. Terwijl die sneller was dan ons de hele race. Leclerc misschien gewoon in vuur en vlam, hoor. Maar very high confidence. Een paar keer ingehaald door Perez. Is niet goed. Al was anoniem? Ja, je hebt het anoniem gedaan. Als jij het was. Dankjewel, Martijn. Shout-out Martijn. Hier is hij, Martijn! Maar hij is anoniem gegeven. Magnussen volledig op de staart van Ocon. Terwijl Magnussen... Oh nee, Ocon heeft Magnussen ingehaald voor P8. En Norris heeft Hamilton ingehaald. F1, dankjewel voor de gifto's op TikTok. I appreciate it. Vroom, vroom. Weet niet of je er wat aan overhoudt. Hij telt net zo erg als een normale sub. Dus al zou je het zeg maar normaal doen, dan zou die ook zo tellen. Tim, die zegt goedenavond Spooky. Dat is echt al lang geleden. Ik keek vroeger toen ik echt 7 was je Minecraft Survival met de Goated Boomhut. Zo! Die throwback die heb ik al helemaal niet veel gehoord. De Boomhut. Dat was inderdaad de allereerste gewoon Minecraft Survival afleveringen met Melodic Mich. Awesome. Je bent een uniek iemand. Er zijn vaak 3-4 puntjes die ik dan altijd hoor, weet je wel. Maar die heb ik nooit gehoord. Die heb ik nog nooit gehoord van iemand. Als throwback. Zo nu en dan zit er iemand bij die dan een bepaalde andere serie nog in zijn hoofd heeft. Dat vind ik leuk. Oh my god, Spooky. Ik keek vroeger ook al bij Motorsport Manager. Wow, yo, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Niemand doet throwback in Motorsport Manager. Want dat was 2016, 17 en zo. Dat was wat later. Goedenavond, Julie en Roos. Hoe gaat het? Nou, we zijn bijna klaar met de race. En dat is dan ook het einde van het F1-manager segment. Want daarna gaan wij Alan Wake weer verder doorspelen. Je kan altijd op Spooky16LFots de andere afleveringen checken. En Nick de Vries probeert hier heel erg Hulkenberg in te halen. Daar weet hij nog wel naartoe te kunnen racen. Maar die gaat dan net geen top 10 plek krijgen. Behalve als er iemand nog crasht. Als er iemand nog uitvalt. Ik weet nog wel de tijden van PES met Spooky FC, Master League. Ja, zeker weten. Dat is ook allemaal wat later.
Gaat hij het doen? Nick de Vries op Hulkenberg. Laat het even zien aan Helmut Marko. Word je ook niet ontslagen door de Red Bull groep? Ja, dit is eigenlijk gewoon wat het is. It is what it is. 6 rondes te gaan. We laten hem gewoon uitrijden. Maar dit is wel wat het is. Ocon niet in de DRS bij Gasly. Magnussen niet in de DRS bij Ocon. En Norris niet in de DRS bij Magnussen. En Hamilton net niet in de DRS bij Norris. Maar die gaat het nog wel proberen, denk ik, hem terug te pakken. En Nyck de Vries, die zit hier maar te kloten. En die moest dus... Och, die moest net blauwe vlaggen met Max Verstappen. Of Perez? Nee, Verstappen. Dan moet hij het hier doen. Nyck de Vries ten opzichte van Nico Hulkenberg. Ze kunnen beide wel Nederlands spreken. Nee, hij heeft die topspeed niet. Hij heeft die speed niet. Heb FPS unlocker gefixt op eVoetbal 2024. Tot nu toe nog niet geband, dus ben benieuwd. Ja, de meeste mensen hebben alle mods gedaan hoor. Ook de mods voor mooie teamkleuren en dat soort dingen. En to be honest zit ik er zelf ook nog steeds op van... Ik wil mijn FPS gewoon weer lekker unlocken en klaar. To be honest zit ik daar zelf ook gewoon mee dat ik dat ga doen. Dat soort patches zijn zo harmless en verbeteren zo je ervaring. Dat zonder is echt zonde, zeg maar. Nyck de Vries die kan nu niet meer in de DRS blijven. Dat is interesting. 5 rondes te gaan en het lijkt eigenlijk allemaal best wel clear cut te zijn. Gewoon een clear cut. Ocon. Wel weer in de DRS bij Gasly. Pierre Gasly. They are getting closer and closer and closer. En Lando Norris zit... Oh, geel. Nee hoor. Nee joh. Een Mercedes. Een Mercedes. Russell. 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 Oh nee. Dat moet een virtual safety car worden. Of een safety car. Huh? Yellow's ahead. Yellow's ahead. Oké. En zo hebben we niet gekeken naar de replay. Maar ineens spawnt hij weer op de baan. Dat had een safety car moeten zijn. Hij kon daar niet weg. Hij kon daar niet weg. Hij lag daar. George Russell naar P10. Dat betekent Norris naar P7. What the heck was daar aan de hand? Maar to be honest, in my defense, dat had een safety car moeten zijn. Hij hackt hem gewoon weer de baan op. Ja, ik vind dat niet prima dus, Julien. Maar daarboven, dat is zoveel vloeiender. Zoveel meer framepjes. Dat is gewoon puur voor je brein. 4 rondes te gaan. En we hebben Ocon en Gasly hebben we hier allemaal bij elkaar. En we hebben een Piastri die nog steeds 40 seconden achterloopt. Dat hebben we daar weer. Maar hij moet ze er wel langs laten, hoor. Wat is dit voor impeding? Hij is er... Die Piastri die gaat helemaal balen dat hij zo... Oh, weer geel. Weer geel. Is het een lange geel? Het is een lange geel. Er staat weer iemand stil. Daar stond iemand stil. Leclerc is er net voorbij. Het is Sargeant. Een lock-up. Oh. Wat gebeurt hier op deze baan, joh? Niemand kan op de baan blijven. Niemand kan op de baan blijven. Ik raad je ook aan, Julien, als je een goede computer hebt, om de graphics add-on toe te voegen van Bogo. Die geeft betere graphics en unlockt de FPS. Heel cool is dat. Ja, het is een heel leuk spel, Tim. Ik vind het echt leuk, helemaal als je een beetje immersed erin bent. Jeugdsentiment, Hero, zegt Bike Life Leeuwarden. Hell yeah. Met nog 3 rondes te gaan hebben we Ocon en Gasly. Mijn god, Ocon en Gasly, ze gaan erom vechten voor de 5e en 6e plek nu. Terwijl Russell het zo goed deed. Russell wil graag nog wat naar voren. De Vries kan niet meer in de DRS blijven van Hulkenberg, maar 12e is heel goed. 3 rondes nog te gaan. Van wie was die Adam Bogo? Is een graphics add-on. Je kan high of ultra kiezen. Ik zou high kiezen. Ultra is echt alle zeilen los. Is hetzelfde als de FPS unlocker. Gewoon een switch van aan naar uit, zeg maar. Of uit naar aan. Je kan, zeg maar, betere graphics gooien. Die niet in de game instelbaar zijn. Maar die worden dan ook gewoon geactiveerd. Gewoon graphics, dit, wat hoger, zeg maar.
Ocon nu in de DRS met nog 3 rondes te gaan. Nu ook voor hun nog 3 rondes te gaan. Daar hebben we Ocon. Dan gaat hij hem proberen in te halen. Dat gaat hij doen. Ja hoor, de overtake is succesvol van Ocon op Gasly. Ja, is het wel. Kwam jij vroeger niet uit Snake? Ja, ik kwam vroeger uit Snake. Ik woon nu ook in Snake. Gezellig. Maar ook al zou ik nu niet meer uit Snake komen, kwam ik nog steeds vroeger uit Snake. Dan kom ik gewoon uit Snake. Maar ik ben niet in Snake geboren. Pierre Gasly. Mooie 14e. Leclerc heeft DRS. Nou, wat een meevaller. Twee rondes te gaan voor Leclerc. En Alonso komt wel iets dichterbij. Maar dat wordt lang niet genoeg. Dus ja, dikke priem. You can cancel or reduce a liftoff where possible. Gaat onder maar wat pushen. Alleen maar leuk. En Pierre Gasly heeft moeite met bijhouden van Ocon. Terwijl ze beide dezelfde banden hebben. Dan heeft Gasly gewoon veel gedaan om te verdedigen. Van wie was die Adam? Bogo. Staat ook in de toplijst van Evo Web. Als je op Evo Web bent. Hij heeft toch nog de DRS, Gasly. En hier hebben we Lando Norris, maar die heeft geen DRS. Dan hebben we daar Kevin Magnussen zonder DRS. En eigenlijk Hamilton en Russell. Mercedes, jongen. Met deze stand is het echt heel goed van Alpine. Heel sterk van Mercedes. Verstappen gaat over start-finish. Het is tijd voor de laatste ronde. Met Sergio Perez op de tweede plaats. En 11,8 seconden weggereden Verstappen. Bizar. Met natuurlijk wel de meest frisse auto. En Leclerc gaat nu ook de laatste ronde in. Die heeft weer 10 seconden achterstand op Perez. En Alonso heeft 4,2 seconden achterstand op Leclerc. En dan ineens een gat. Is ook heel snel gegaan, to be honest. Want natuurlijk safety car. Dit is gewoon de helft van de race. En nu alweer een gat naar de Alpines. En dat is 34,2 seconden naar Alonso toe. Dus als Ocon hier rijdt en Verstappen rijdt hier, dan zie je wel, dat is 2 bochten. Oh shit. Wat ben ik aan het doen? Waarom doe ik de fuel nog even boost? We moeten volledig liften. Ach. Ik ben helemaal de fuel helemaal gek aan het doen. Ja, klopt, Julian. Straks lopen we weer stil. Laten we hopen van niet, maar ik denk het wel. Ik denk dat we stil gaan staan. Uh-oh. Hetzelfde probleem als Imola. We doen 2 keer dezelfde fout omdat ik niet oplet. Uh-oh. Ja, we gaan stilstaan. Ik lette helemaal niet op even. Ik was lekker aan het praten met iedereen. En dit is ik die niet oplet. Hier staat geen tactiek achter. Oeh, er staat min 0,0 kilo. Max Verstappen is de racewinnaar. Maar kan Leclerc nog over start-finish? Oeh, Max Verstappen is de racewinnaar van de Barcelona Grand Prix. En dat zou hij ook altijd worden als hij niet zou crashen. Iedereen wist dat hij dat zou worden, want dat was echt bizar gewoon. Hoe snel hij reed al met de frisse onderdelen. Hij heeft de frisse onderdelen. 1 meter voor de streep. Nee hoor, net in de plus. Daar gaan we. Over start finish. Here we go. En dan gaat hij hier stilstaan. Okay, that's the checkered flag. 1, 2. Oh nee, we hebben nog steeds benzine. Alonso op een mooie P4. Nou, we hadden nog best wel veel. De fuel gaat niet meer op. Natuurlijk, in de outlap. Omdat het dan niet onrealistisch meer is. Maar omdat wij rolden eroverheen, is het wel onrealistisch. Maar nu gaat de fuel niet meer op. Dat is waar ook. Norris, jongen. Puik. Petje af. Puik, petje af. Petje af voor Lando Norris. Nog nooit heeft McLaren in deze virtuele wereld een punt. En Lando Norris heeft ineens 6 punten. Waardoor die Magnussen, Albon, Hulkenberg, Bottas allemaal voorbij is. Bizar. Evo Web kan je alles downloaden, Julian. Ook de FPS locker en zo. En een mooie patch. Wojo. Ben jij hier? What the fuck?
doesn't seem like it's getting old for them, but they push hard for it. Ik heb jou helemaal niet gezien. Dat is helemaal langs me heen gegaan. My goodness. Happy New Day. Oeh, wat kijkt Perez saai. Of wat kijkt hij zuur eigenlijk. Ja, Perez was niet blij. Verstappen wel blij. Ferrari weer op het podium. Beste wat we kunnen doen. Carlos Sainz natuurlijk die uitvalt. Heel erg jammer. Volgende track is... Canada. Veel topsnelheid nodig in Canada. Max Verstappen wint deze race. Sergio Perez op 2. Charles Leclerc toch een mooie derde plaats nadat wij de kwalificatie helemaal hadden gebotteld. Fernando Alonso verliest een plekje. Ocon en Gasly winnen plekjes. Fantastisch voor Alpine. 18 punten in totaal. Lando Norris zijn allereerste punten en meteen 6 punten. Kevin Magnussen voor Haas ook bizar. En de Mercedes'en hebben wel echt het slechtst gepresteerd. Net buiten de punten hebben we Nico Hülkenberg, Nick de Vries, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Zhou Guanyu, oftewel Zhou, Logan Sargeant en Oscar Piastri. Die blijft elke race gewoon geen... Echt helemaal niks doen. Sainz en Stroll eruit. Want ja, Stroll heeft Sainz eruit gejiet. Zure appel in het team. Sergio Perez. Denk het wel. De Drivers' Championship zorgt ervoor dat Verstappen weer wat uitloopt ten opzichte van Sergio Perez. Leclerc weet wel genoeg punten te krijgen om bij te blijven. Maar Sergio Perez met 18 punten komt net 1 puntje voor aan Charles Leclerc. Carlos Sainz blijft steken. Alonso weer wat meer naar voren richting Sainz. Stroll blijft steken. En Lewis Hamilton en Russell blijven ook steken. Die hadden goede zaken kunnen doen. Hamilton had hele goede zaken kunnen doen ten opzichte van Stroll. Maar nee, dat doen ze niet. Ocon stijgt flink. En Gasly stijgt ook flink. En dan krijgen we allemaal solo punters. En Norris is daar nu één van. En als we dan naar de constructors kijken, dan zien we dat alleen de Alfa Tauri geen punten heeft gescoord. Eerst was het Alfa Tauri en McLaren die nog nooit een punt hadden gescoord. En nu is het alleen Alfa Tauri zonder punten. Want Lando Norris zijn 6 punten zorgt ervoor dat McLaren naar plek nummer 7 gaat in de constructors. Red Bull wil nog steeds de snelste pitstoppen. Wij hebben met Ferrari hier niet de snelste pitstoppen. De DHL Fastest Pitstop Award staat Red Bull flink, maar dan ook flink voorin. Flink voorin. En ladies and gentlemen, 8e in qualifying was niet zo goed voor Leclerc, maar 3e in practice en 3e in de race. 4e in practice, 4e in qualifying en de race. Ja, je kan niks doen als je eruit wordt gejiet. Dat is heel erg jammer. Giovinazzi doet ook nog niks en de finances zijn weer vooruit gegaan, want we hebben wel onze doelen bereikt. Want we hebben met 1 driver bla. Maar natuurlijk heeft Carlos Sainz ook volledig kapotte auto en al dat soort dingen. Maar hoe dat allemaal verder gaat, dat zie je in de volgende aflevering van F1 Manager. Want dat was even onze inhaal F1 Manager. Een halve race. Volgende keer gaan we weer een volledige race doen. En we gaan nu nog even een stukje weer verder in de campaign die we doen. Als voorbereiding van een van de beste games van dit jaar. Tenminste, dat geloof ik wel dat dat gaat gebeuren. Alan Wake.